Parlementsvoorzitter Marinus W. heeft vanmiddag het strategisch beleidsplan 2022-2026 van de Nationale Assemblée in ontvangst genomen. Dit beleidsplan is geschreven in opdracht van de leiding van het parlement door deskundigen van de griffier van DNA onder leiding van de substituut griffier Agatha Ramdas. Zij hield een korte presentatie over de inhoud van het beleidsplan en kaartte enkele belangrijke onderdelen aan. Een missie voor DNA is dat DNA als hoogste orgaan van de staat zijn wetgevende, toezichthoudende, volksvertegenwoordiger en bestuurlijke taken effectief uitoefent en het belangrijkste forum is voor het nationaal debat. De visie voor DNA is om DNA te ontwikkelen tot een instituut dat professioneel en overeenkomstig het bepaalde in de grondwet en het reglement van orde onafhankelijk opereert en op doelmatige wijze invulling geeft aan haar wetgevende, toezichthoudende en volksvertegenwoordigende taakstelling. Verder zijn er kernwaarden voor de Nationale Assemblée. Deze zijn ook kort toegelicht in het document. Openheid en transparantie. DNA communiceert op een open en transparante wijze naar de samenleving toe. B gaf aan dat het beleidsplan in de loop van de week op de website van het parlement zal worden geplaatst, omdat DNA niet alleen is wat er te zien is tijdens de vergadering. Er moet over het Hoogste College van State een ander beeld worden geschetst bij de samenleving, zegt B. En we krijgen het om uit te voeren is anders dan wanneer we zelf aan een document hebben gewerkt. Ja? En we nemen ook dat leerproces mee van we gaan het steeds beter doen. Dus vandaag zijn we hier, we hebben een document. Ik stel voor dat komende week al het op onze website wordt geplaatst, zodat iedereen kan inlezen. Maar ook commentaar kan geven voor die verbetering die we willen. Ja? Wij gaan zeker investeren in onze mensen. Omdat wat wij gezamenlijk gaan bereiken is wat we samen kunnen doen. Wat we samen in staat zijn te doen. En er staan natuurlijk een aantal positieve ontwikkelingen, ja, op programma. Zoals u weet, we hebben straks die afronding van die twee gebouwen aan de Henk Aronstraat. Dus die verhuizing moet plaatsvinden. Ja, jammer genoeg hebben we vanwege COVID en allerlei zaken een vertraging gehad in die oplevering. Het parlement heeft gekozen om zijn eigen mensen dit beleidsplan te laten uitvoeren, omdat er veel kader is in DNA. Het nieuwe gebouw van de Nationale Assemblée dat aan de Henk Aronstraat komt te staan, wordt hoogstwaarschijnlijk eind maart officieel opgeleverd.